Yo mensen, Groen van de BNL, met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag plakt mijn shirt aan mijn buik, want het is 150 graden. Het is zo ongelooflijk warm dat ik op dit moment ook gewoon heb van, ik heb er gewoon schijt aan hoe warm het is. Ik ga gewoon zo druk mogelijk doen en dan ga ik gewoon dood. Voordeel, heb ik ook geen last meer van de hitte, dus daar gaan we voor. Vind je deze video zo leuk, doe zeker een duimpje omhoog. 5000 likes zou allemaal top zijn. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. We hebben inmiddels bijna de 275.000 abonnees. Is het echt waar? Hoop het. Subscribe! Ik heb het echt warm en het zou echt fijn zijn als jullie abonneren. Abonneer anders voor de legend. Oh, Setutu! Ik heb een mega aankondiging. Ik wil een video gaan maken waarin ik ga reageren op jullie die filmpjes insturen naar mij. Waarbij het hart OC toe roept op een random plek. Dus bij het zwembad, tijdens het uitgaan, alles. De 5 beste geef ik allemaal 50 euro PSN te goed. Van ikwordegoed.nl. Je kan het insturen naar mijn Instagram Koen. Stuur mijn Insta DM met een filmpje. En alsjeblieft, doe niet een filmpje via Instagram opnemen. Dan kan ik het maar één keer zien. Maar gewoon echt een video die je zeg maar opneemt met je telefoon. En daarna stuur via Insta. Dat is chiller. Dus even kort, roep OC toe. Zo hard als je kan, waar dan ook. En de 5 leukste, originele, beste krijgen 50 euro PSN te goed. Allemaal pam, 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 pam. Nice. En je hebt kans om in een video te komen. Als je hem instuurt, dan kan je wel in de video komen. Dus daar moet je wel mee akkoord gaan. Oh, ik ben zo benieuwd wat ik binnen ga krijgen. Echt ongelooflijk. In ieder geval, waar we vandaan gaan naar kijken, zijn de grootste revenge momenten in voetbal. Keiharde revenge. Laten we maar beginnen, want het is hartstikke warm en lekker weer. Ik denk dat ik definitief relish. En ik denk dat players at this club relish. En now I say bring it on. Oké, okay. Chris Smalling. Mike Smalling. Zegt bring it on. Tegen Messi. Oké. Okay. Say bring it on. Oké. Okay. En dan in de wedstrijd. Messi, boom! Oh, helemaal de tyfus in gebeukt. Oh, hij kreeg zijn hand ook al in zijn gezicht. Oh, bloeden! Oh. Jezus Christus, Smalling, waarom zou je het doen, man? Mike Smalling. Oké, okay, de wedstrijd daarna. Zal Messi wel scoren, denk ik. Oh, pannaatje. Niet bij Smalling, helaas. Hij prikt wel, dat is wel lekker. Messi is wel goed, hè? Jij gaf je ook gewoon weer een cheeky panna. Wel lekker, hè? Hij maakt er gewoon nog één. Messi. Oh, de keeper! De Gea, jongen. Vuile choker. Wat slecht! Holy shit. Zo, echt slecht gekeept, zeg Jezus. Wat een revenge. Dit is meer sportieve revenge. Dat hebben we hier. Dit was de overwinning van Atletico op Juve met 2-0. Is dan de revenge dat Ronaldo 3 maakt? Oh, 5. Die 5 Champions League gewonnen had DNA. Toen werd hij 2-0 volgens mij. Oh, ja, via Ronaldo ging die bal ook nog in. Dat was wel lachen. Dat was wel leuk. Dit was wel echt bizar, hè? Oh, dat natuurlijk! Oh, goede GTA edit. Wel een beetje arrogant, hè? Hij gaat zeggen 5 keer Champions League en zij 0 keer. 5 keer Champions League gewonnen. Maar dit was wel bizar, deze wedstrijd. Ronaldootje met de 1-0. Wel vrij beast, moet ik zeggen. En daarna komt natuurlijk de 2-0. Ja, echt, dat is wel knap gedaan, ik moet zeggen. Oh, kleine video ref. Oh ja, bizar dat deze boven de lijn was trouwens. Echt niemand dacht dat hij boven de lijn was. Maar ja, Kuipers zei van wel. En toen nog een pingeltje. Wel ziek hoor. Ik vind het wel ziek. Boom! Boom! Ik weet niet of je daar uiteindelijk nog voor een straf, zodat het gewoon oké was uiteindelijk. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Oké, hier zet een of andere speler van, ik denk Kroatië, dat Maguire de slechte speler is van Engeland. Boom! Hoppakee! Oh, smerig. Oh, tegen die Vidra. Oh, dat is ook die speler die het zijn. Hij trapt toch wel zo omver. Maguire. Lekker man. Oh, je ging een keihard juichen, hè, die Kimi. Keihard juichen omdat hij hem blokte. Wat een gek. Kimi, wat een gek, joh. Oh, deze zieke goal. Dat was echt een zieke goal, dit. Oh. Dit is wel ziek. Maar dit is weer een sportieve revanche. Dit is een klein sportieve revanche. Wel een wereldgoal, moet ik zeggen. Oh, Ramos slaat hier Messi zijn gezicht. Ja, klein tikkie. Nou, kijk. Normaal gesproken zou ik zeggen, dit was niet bedoeld. Want ja, het kan gebeuren als je springt. Ja, je springt natuurlijk met je armen wijd. Dat is niet zo raar. Maar het is Sergio Ramos. Dus het was waarschijnlijk expres. Ja, het was waarschijnlijk expres. Oh, koppen tegen elkaar. Oké.
Hoor je dan? Oh, Ramos ook echt flink, wordt flink getikt. Oh, een soort revenge van zijn ploeggenoot. Wel heel ver gezocht, moet ik zeggen. Jongen, jongen. Je werd, Di Maria was hiervoor in de boarding geduwd door Ashley Young, dat weet ik nog wel. En nu zorgde hij dat er twee keer gescoord werd. Die is al die pot is uiteindelijk verloren, of niet? Hij zegt hier fuck off, fuck off! Dus hij zei daar fuck off en dat is dan het ding. Dat is de, nu komt de comeback. Lukaku met de eerste goal en toen kwam die enorme bullshit penalty. Weet je dat nog, mensen? Volgens mij komt hij na die bullshit penalty. Zo, een slechte keep, zeg. Holy moly. Buffon. En toen lagen ze eruit. Ongelooflijk. Sergio Ramos mist. Oh ja, dit was ook mooi. Sergio Ramos kreeg een geel. Omdat hij dacht van, ah, chill. Want dan hoef ik niet, dan ben ik de volgende ronde weer bij. Maar ja, toen was Ajax ineens fucking goed. En toen werd het in die uitwedstrijd, wat werd het toen? 1-4 of zo. Echt bizar. Gewoon 4-1, is wel vrij ziek, hè? Ja, is wel vrij ziek. Dit is wel vrij ziek, ja. Ja. Dit is wel niet heel slim gedaan door Ramos, als je zo bekijkt. Ik heb het gewoon nog nooit gezien, want ik was hier niet. Ik was hier niet. En ik moet zeggen, het was ook niet zo dat ik dacht van, oh, ik ga even naar Ajax aanvallen kijken. Dus dit is het eerste keer dat ik deze doelpunten zie. Ja, kijk, Ramos staan. Wel lekker voor Ramos, trouwens. Hier heeft hij het over zijn lengte, dat hij kleintjes. Ja, die kleintjes. Ik ben benieuwd naar de comeback. Zo zou hij gaan scoren. Goed dit, zeg. Oh, hij loopt er langzaam. En hij flikt op de grond. Oh, wat lekker. Wat goed. Oh, lange lul. Heerlijk. Hier een speler probeert Neymar pijn te doen om te trappen. En Neymar wordt gek. Neem ik uit kortsluiting. Wat wordt ze... Oh! Hij doet een rainbow ding. Oh, smerig. Dat is wel lekker. Kijk, dat vind ik goed opgelost, Neymar. Goed gedaan, jongen. Ik ben fan van skills. Deze gast die scoorde. En stak erna volgens mij zijn tong uit naar de verdediger. Tenminste, dat is wat erbij staat. Wat erbij geschreven staat. Oh, hier. Hij steekt zijn tong uit. En nou, ik denk dat hij helemaal de t*** ingetrapt wordt. Oh nee, ze winnen gewoon met 3-1. Jammer, hij wordt niet ingetrapt. Dat was leuker geweest, vond ik persoonlijk. Hier hebben we Ronaldo, die tegen Armenië speelt met Portugal. En de fans zijn Messi aan het schreeuwen. Hij zegt, kom maar, laat maar horen. En daarna... scoort hij een hat-trick. Dat is wel goed, hè. Goede sportieve revanche. Mooie aanname. Ja, wel een vrij zieke goal, moet ik zeggen. Oh, en dan zegt hij van, ik hoor jullie niet met je Messi. Ronaldo is wel een beetje arrogant, hè. Ik vind het ook weer mooi of zo, maar hij is wel een klein beetje arrogant. Oh, hij is met Babel. Babel is niet blij dat hij hier onderuit wordt gehaald door Rafael. Hij zegt ook, waarom doe je dat, vuile Rafael? Zo, wow! Oh, hij tief hem onderuit. En daarna geeft hij een panna terwijl hij opstaat. Dit is mooi! Of niet, was hij panna, weet ik niet. Oké, dit is Sadio Mané, die Neymar vernedert. Oh, Neymar helemaal het bos in, jawel. Oh, Neymar, daar ga je, jongen. Dan gaat Neymar natuurlijk een andere skill doen. Neymar doet, de volgende match, Neymar doet hetzelfde. Ja. Dat valt ook weer mee, toch? Ik vond die van Mané veel zieker. Ja. Oh, kleine comeback. Van die speler op Zlatan. Hij pakt hem zo vast, hij doet hem weg. Bam! Zlatan niet zo aanstellen, jongen. Je bent zelf ook een smerige speler. Oh, die is een goeie, ik ken deze. Courtois scoort hier en die doet dat naar Guidetti. Doet hij zo. Ik heb geen idee waarom. Of waarom hij dat doet, maar... Toen uiteindelijk won volgens mij Zweden deze pot. En toen gingen ze uiteindelijk allemaal zo staan. Fucking goed.
Kijk. Dit vind ik echt geniaal. Hier ga ik echt goed op. Oké, hier wil Ramos de bal niet geven aan Messi. Oké, dat kan. Oh, gooit hem weg. Oh, hij zegt dan iets. En hij krijgt dan de revenge. Maar ja, niet eens voor Messi. Dus dit is natuurlijk weer bullshit. Kijk, Ronaldo raakt geblesseerd in de EK-finale van 2016. Daar baalde hij van. Enorm bezig op zijn kop. Dat is fucking smerig. En Payet had dat in de Europa League finale. Had Ronaldo helemaal niks mee te maken. Dit staat echt weer helemaal nergens op. Die nu in de titel staat Karma en Revenge Moment. Dit is ook Karma. Dit is dus Karma. Duidelijk gevoel van Karma. Kermis! Oké, Messi scoort de winnende. En hij viert door zijn shirt te laten zien. En daarna scoort Ronaldo de winnende in Camp Nou. En doet dit ook. Trouwens, allemaal mensen gingen zeggen van... Oh, Ronaldo heeft het genakt van Messi. Maar Marcelo had het al eerder gedaan aan Messi. Dus had Messi het eigenlijk genakt van Marcelo. Sergio Ramos en Diego Costa is natuurlijk altijd gezeik. Echt twee smerige spelers hier zijn. Vieze elleboog hier. Van Ramos. Zal hij wel terugkrijgen, denk ik. Oh ja, hij loopt gewoon tegen hem aan, expres. Hij blijft gewoon door en... Oh, smerig! Hij gaat op zijn hoofd staan. Fucking ranzer. Oh, die Diego Costa is zo'n smerige speler ook. Echt ranzer. Een van de Chileense spelers maakt een racistisch gebaar. Wegens naar Zuid-Korea, omdat hij een spleetoogjes doet. Oh, hij doet Son een lekkere panna bij hem. Lekker Sonaldo, jongen. Goed, man. Oh, smerig. Heel smerig. I like this a lot. Heerlijk. Door de beentjes. Smullen. Goretzka wordt hier flink onderuit gehaald door. Wie is dat? Weber. Ja, door Weber. Zo! Jezus Christus. Smerig. 5 minuten later. Müller kick. Hem op zijn hoofd. Ja, maar luister... Dit heeft helemaal niks te maken met revenge. Hoe is dit revenge om zelf ook rood te pakken? Die Weber kreeg rood. Hier probeert iemand Neymar pijn te doen. Ik zie niet waarom. Ho, 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 ah! Op schoot. Hij heeft pijn. Maar later wordt hij ook... Oh, smerig! Goeie comeback, Neymar. I like it. Skills, broertje. Heerlijk dit. Smullen. Hier ga ik echt lekker op. Oh, deze is ook wel mooi. Oh, dit is bizar. Subotic te schreeuwen in Robben's gezicht dat hij een pingel mist, jongen. Subotic van de natie. Maar daarna scoort Robben de winnende in de Champions League finale. Heerlijk. Werelds. Hop. Zo langs keepertje. Je ziet Subotic nog glijden erachter. Robben, legend, man. Robben, I love you. I love you, man. Oh, hier. Allemaal juichen. Waarom juicht iedereen? Ah, voor Subotic. Een beetje schreeuwen in Subotic's gezicht. Heerlijk. Smullen. Kijk, Quaresma wordt hier flink onderuit getrapt. Oh, die enkel. Smerig. Zo, kleine comeback. Die trapt ook helemaal onver. Bam. Het staat weer helemaal nergens op dit. Kijk, Wijnand verder zit hier dingen te zeggen tegen Balotelli. Je gaat je penalty missen, je gaat hem missen. Balotelli scoort gewoon. En, oh, praatjes. Stop met die praatjes, jongen. Lekker. Julio Cesar tegen Ibrahimovic. Ibrahimovic scoort ook. Oh, dan zegt hij ook weer wat. Oké, mooi. Hier zei Emre. Een woord dat ik niet ga herhalen. Dit heeft te maken met de huisdeur van die man tegen Zokora. Voor de referee. En Zokora didn't forget that. Bam! Hoppakee, trapte gewoon in 2 in zijn zak. Hoppakee, lekker. Verdiend. Heerlijk. Mooi. Mensen, ik ben inmiddels 60 graden warm. Maakt niet uit verder. Ik heb water hier. Dat is inmiddels kokend bijna. Godverdomme. Ah, ik brand mijn tong. In ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik vond het wel leuk om te zien, moet ik zeggen. Vind je het leuk, doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Wil je meer zien, dat kan. Klik hier of klik hier. Of klik op het abonneerknopje, dat staat hier. Ik wil je bedanken. Veel succes met warmer weer. Al is het misschien nu helemaal niet warm meer. Dat weet ik niet. Want ja. Daar heb ik geen idee van. Abonneer op mijn kanaal. Doe het. En zie ik je bij de volgende video. Later.